Zoals bijvoorbeeld bij Blauwe Ruis. Ja. We waren Blauwe Ruis aan het spelen, denk ik een jaar geleden of zo, voor het eerst dat we het op die manier aanpakten. Dat ik, in plaats van dat we vanuit de brug naar een keihard eindrefrein gaan, draai ik me om de normen en ik doe alleen maar dit. Zo. Dus ik kijk hem grote ogen aan en weet hij, er moet iets gebeuren. Ja. Normaal gaan we harder, dan zal hij wel zachter bedoelen. Ja. En vervolgens kijk ik nog een keer naar Peter en naar Bas en die gooit met z'n allen ineens stil. En alleen maar. En normaal gaat die kick opbouwen. Doem, 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 doem. En er wordt steeds meer, steeds meer. En dat, op dat moment is het zonder dat je het overlegt met elkaar. Maar een soort, er is, muziek is in die zin toch een taal. Hè? Je weet dan van elkaar wel wat de bedoeling is. En opbouwen tot steeds groter, echt dat de boel ontploft. En dan pas het eindrefrein, weet je wel. Nou, en dat ontstaat een keer en dat werkt. En vervolgens spelen we het dan een jaar lang op die manier zo. Ja, ja. Hè? Dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Of dat we bijvoorbeeld bij Dans van Zee de brug ook eigenlijk een stuk terugnemen in plaats van harder gaan. En dan zijn we dat na een jaar eigenlijk ook weer beu. En dan roept Peter van, zullen we nou eens gewoon spelen? Oh ja, dat is goed. En dan spelen we het weer gewoon, weet je wel. En zeg maar, bijvoorbeeld... maar het ontstaat altijd spontaan. Nee, oké, maar dat is bijvoorbeeld zeg maar deze, je had de bioscoopfilm. Jullie hebben, het is een verslag van jullie reizen en ook jouw samenwerking, plus nog Luxor-registratie. Als je dan zeg maar mensen die je allemaal hebt samengespeeld, is er een specifiek waarin jij zegt van nou, en dan zal ik straks ook vragen aan jou, van ik heb met die, van die samenwerking, specifiek wat jij zegt van dat podium frontman idee, heb je daarvan nog iets opgepikt van iemand waarin je echt heel aanwijsbaar zegt van nou, dat komt toch meer door die reis, die ervaring, waar ik voor jou zeg maar met spelen, met dynamiek en... Maar kijk, ja, het is wel zo gebleven dat we in al die samenwerkingen dat de autoriteit bij mij bleef liggen. Dus ik bleef ook tijdens die opnames of tijdens de optredens die we hebben gedaan nog steeds degene die aangaf van we gaan nu die kant op of zo. Dus het is meer dat je qua liedjes schrijven bijvoorbeeld heel veel dingen, okay, nou, kleine dingetjes oppikt. Nou, bijvoorbeeld, noem maar voorbeeld. Dan kom je bijna in technische muziektermen terecht of zo. Weet je. Ja. Maar, toen wij bijvoorbeeld een liedje moesten maken, wat we beelden gaan opnemen in Argentinië met Karel Krajhoff. En een tangoorkest daarbij met violen en piano en bandoneons en zo. Ja, toen hadden we ben ik in eerste instantie begonnen met een opzet voor dat nummer. Dat zijn we uit gaan werken en dat begon al toch echt al een beetje het gevoel te krijgen van zo'n tango feel. En dat, ja, dan kun je maar één kant op eigenlijk, als je dat wil spelen. Of het wordt een ballad of het wordt een rant. Toen kan, toen pam. Weet je wel, nou, zo'n ding moest het dan worden. En we wilden uiteindelijk dan dat het nummer in de brug tot een echte tango verwerd, zeg maar. Hoe zeg je dat? En toen wisten we toch niet zo goed hoe we dat moesten doen. En toen vroegen we Karel Karel Krajhoff, bandoneonist, dat is een moeilijk woord. En die is toen bij ons in de oefenruimte gekomen. Zijn we dat liedje samen met hem verder uit gaan werken. En dan kwam hij met bepaalde likjes. Weet je wel, die ik niet zou verzinnen, die Norm niet zou verzinnen. Maar die echt vanuit die muzieksoort komen. Traditie. En dat zijn bepaalde melodietjes met een bepaalde timing. Die ik me kan voorstellen vervolgens ook weer in nieuwe liedjes die we nog gaan schrijven. Of die we nu alweer hebben geschreven. Dat soort dingen erin gaan verwerken.